ben wie ik ben, tot ik er niet meer ben. En zelfs als ik er niet meer ben, ben ik nog wie ik ben. Ik ben wie ik ben. Oh, oh. Ik heb 30 jaar in Steender, een heel goed dorpje, een café gehouden. Een goed café, een gezellig café. Waar een en ander man, van krapul tot kravat. Dus een advocaat, net een schipper, net een militair, net een dopper, maar iedereen babbelt met iedereen. Dus ik heb altijd zo'n gouden toe gehad. En na 30 jaar, het werd toch verkocht en het werd afgebroken voor appartementen. En ik wou nog naar iets anders gaan zoeken. Maar ik ben al 60 jaar en ik denk, ja, stel je voor dat dat binnen 2 jaar nog eens gebeurt. Of stel je voor dat dat binnen 10 jaar gebeurt, dan ben ik er 70. Dan kun je geen stap meer gaan zetten. En dan stort de wereld nog eens in. Wat je allemaal hebt opgebouwd. Dus ik was van plan om naar Hongarije te gaan vertrekken. En daar kwam een camping te beginnen. Het is wel mistig, maar ik kon toch de longvuur opstellen. De longvuur, dat is voor de honneurs waar te nemen. Ken je dat, de honneurs waarnemen? Wel, als er bevriende bootjes komen aangevaren. De speedboten die kunnen hier binnen met hoogwater. Nou is het hoogwater, maar het is echt hier. Het is 4,5 meter in Antwerpen en dat kan tot 6,70 meter, 6,80 meter gaan. Dus het is heel leeg. En daar worden de honneurs met waargenomen. De honneurs ontvangen, dat doen we nog op een andere manier. Hè? Ahoy, ahoy, haha, wees u welgekomen. Arr. Dus ik had al een caravan gekocht en een camionet gekocht voor de verroos te doen. En ik stond gereed om te vertrekken naar Hongarije. Maar door corona, ik moet zeggen, misschien dankzij corona, waren die grenzen dicht. Dus ik kon niet weg. En na 2 maanden vastgezeten te hebben met een caravanetje en een camionet, zei er iemand van, zeg, wie het hoe zie je is? Die zijn komen bellen, kom, wie het hoe zie je is? Er is een schip te koop, maar een klik die is toch gezet. Dus klik van boven, ik ga naar Hongarije. De dag nadien, je komt terug langs, kom, we mogen toch eens zien. Maar je kunt me toch niet overtuigen, hoor. Maar een klik stop voor Hongarije. We komen naar hier en, ja, klik terug. Al die plannen laten varen. Al die andere plannen in het water gevallen. Wee, weg. Deze is. Ik heb mijn eigen hier opgezet. Ja, en nog geen seconde spaat van. Ja, nog geen seconde spaat van. Echt niet. Dus dat is mijn ding. Ja. En als ik dan de honneurs ontwaarnemen zijn en er zijn twee mannen aan boord, dan willen die er ook eens. Maar dat is een tamelijk grote, een tamelijk professionele en dat moet het tamelijk juist doen. Maar dan hebben we natuurlijk voor die klaar mannen een longvuur. En dan kunnen jullie daarmee kijken. En als dan de papa's jaloers worden, ja, dan geven we de papa's natuurlijk een echte longvuur. Zondags, zondags overigens dikwijls toch wel. Dan zeker met zonsondergang en hoog water. Dan stond ik dikwijls hier en dan drink ik een zwaar biertje. En dan zit ik echt verliefd door het schip aan het kijken. En dan stond ik hier echt zo te genieten van in mijn piratenkledij. Dus die eerste weken dat ik hier woonde, zullen de mensen wel gedacht hebben van wat voor een wakker is me dat. Nou, misschien nog, maar we kennen hem ondertussen al wel. Hè. En dat kan ik nog altijd. Ik kan nog altijd nog rijden. Maar met schip.
Dus ik ben na, ik verblijf hier na, omdat ik het helemaal, ik ben het helemaal rond in orde maken. Klaar voor de grote vaart. Dus ik kom naar de grote vaart. Ik zou geren de Donau volledig gaan afweren. Dus de Rijn, dan van de Rijn naar het Donaukanaal. En dan van de Donau helemaal tot aan de Zwarte Zee. 3500 kilometer. Ik 20 jaar dat ik de Green Pirates ben, dus we zijn begonnen als militaire club, maar dan zijn we op het water gegaan, dus de groene piraten. En dan zijn ik alles beginnen verzamelen van piraterij. Dus ik heb hier mijn café, je kwam precies in het midden van een schip binnen en na kom je in een schip binnen. Nou moet ik het niet meer inrichten als schip. Het is een mooi schip. En dan nog een tweemaster. Ik kwam van Steendorp, wat dan een goed dorpsgemeenschap is ook. Toen ik met carnaval en alles al met meegedaan, met harmonie en zo. En ik ben naar hier gekomen. En de mensen zijn hier wel heel vriendelijk. Dat is echt wel, dat is een van mijn schouten. Ja. Iedereen zei hier nog een dag tegen elkaar. Iedereen komt hier een babbeltje doen, een klapje doen. Wat dan natuurlijk ook het schip met zich meebrengt. Of misschien ook mijn uiterlijk, dat kan er ook wel zijn, maar dat hebben ze ook al gezegd van u bent een ideaal voor op dat schip. Hè. Dus, gewoon, hè. Ja, dat is plezant. En de geburen ook, die zijn hun eigen allemaal komen voorstellen, dat had ik echt niet verwacht. Dus ik was er bang voor. Van kinderen naar hier te komen, van oei, wacht, wat tas aan. Maar nee, dat is echt het tegenovergestelde. Dus ik was aan het wafelen. Ik wou hier blijven, ook omdat je, te zien is welke foto dat je ziet van Sint Amans, iedere keer, altijd zat dat schip erop. Dus het is in feite wel een gedeelte van Sint Amans, dat is waar. Maar ja, het is ook een gedeelte van mij natuurlijk. Hè. Ik heb het gekocht, dus, en het is een schip. En dat moet varen, hè. Dus dat, ja, ik kon het doordoen zo. Het gaat nog een paar jaar duren, maar ik kon het doordoen. Het is tamelijk mistig. Precies, ik heb veel gezopen gisteren. Wekelijks bedank ik de goden nog voor dit cadeau. Dat hij hier is kunnen langskomen op een avonddag. Dat had ik niet verwacht. Zo'n schip. Als je het van boven ziet, dat is een piraat, dus je dat roert bij een piraat. De dag is dat mijn kookeiland. En s'avonds drink ik hier geen mijn pintje. Hè. Of komt er met vrienden met boetjes langs. Dan gaan we hier even een pintje drinken en dan kunnen we hier de straffe verhalen vertellen, de straffe Ziemans verhalen. Deze hier is met een Bermuda driehoek, deze hier. Dat is een Bermuda driehoek. Als je maar kwaad bent, zit ik in een Bermuda driehoek. Dat is voor het papierwerk, dat is de navigatietafel. Voor naar waar je gaat varen, dat gebeurt allemaal op deze planning. En dan kun je dicht doen als er iemand op zoek komt. Nou, kom hier haast om. Binnen een paar jaar, hè. Want mijn ouders leven op een halfje. En ik had dan tegen mama en papa gezegd dat ik naar Hongarije ging wonen. Mama in tranen om te uitbarsten. En dan kwam ik maanden nadien bij mijn mama en ik zeg, mama, kijk eens, ik heb dat schip gekocht en we liggen in Sint Amans. En die barstte terug in tranen uit, want haar oudste, haar zotste wel, maar haar oudste. Die bleef in België. Ik zei, dan blijf je in België, tof in het ook. En ik dacht toen nog niet, ja, mama, ik kon ermee vertrekken. Maar dan heb ik toch besloten, ik wacht nog. Deze is nou wel
het grote avontuur dat er gaat aankomen. Ja, ik zeg hier, ik heb er tijd voor. Hè. Dus het is niet van, ik moet er zijn. Nee, ik moet niks, ik moet gewoon kakken morgens. Zoals dat ik moet. We staren ooit een keer, maar na nog niet zo. Dat maar die raas nog doen. Ik heb een pracht van een leven gehad. Ik ben er alles content aan.